Oké, in deze video wil ik je een speciale tip geven rond zwart-wit conversie. Je weet ongetwijfeld dat je normaal foto's in Lightroom naar zwart-wit converteert via de zwart-wit knop in het HSL kleur zwart-wit paneel. En je weet waarschijnlijk ook dat je dan met de verschillende schuifregelaars de corresponderende kleuren kan lichter of donkerder grijs maken. Bijvoorbeeld wanneer ik even op de Y-toets druk om de voor- en naweergave te hebben, dan zie je wanneer ik dus de blauwe schuifregelaar naar links sleep, dat dan het blauw in de foto donkerder grijs wordt. En aangezien er ook wat aqua waarschijnlijk in dat blauw zit, kan ik ook met de aqua schuifregelaar het blauw wat verdonkeren. Ik kan ook met deze tool hier, de Target Adjustment Tool, klikken en slepen op een kleur in de foto. En als ik naar onderen sleep, dan ga ik de corresponderende schuifregelaars naar links slepen. Sleep ik naar boven, dan doe ik die naar rechts. En dat is eigenlijk de meest precieze manier, omdat je dan gecombineerde kleuren, die dus uit twee schuifregelaars bestaan, tegelijkertijd kan verlichten of verdonkeren. Maar soms kan het zijn dat je eigenlijk zelfs met beide schuifregelaars op het minimum toch nog niet het kleur donker genoeg gekregen hebt naar wat je wil. Je zou dan natuurlijk kunnen met een kwast, met een borstel of met een verloopfilter of een radiaalfilter lokaal nog de zaak wat gaan donkerder maken, maar er bestaat een andere manier. En daarvoor ga ik even een virtuele kopie maken van deze foto. Ga ik die opnieuw instellen. En de manier die ik je nu wil tonen is een variante waarbij we niet de zwart-wit optie gebruiken, maar het HSL-paneel en daar de verzadiging van alle schuifregelaars op min 100 zetten. Zodat het kleur uit de foto verwijderd wordt. En dan kunnen we kleuren lichter en donkerder maken in de luminantieafdeling van het HSL-paneel. Net zoals daarnet met het zwart-wit paneel kan ik dus die kleuren donkerder maken. En je ziet, een eerste belangrijke vaststelling is dat het resultaat niet hetzelfde is, maar een tweede belangrijke vaststelling is dat ik hier nu, in dit geval, met deze aanpak, heb ik ook nog controle over de schuifregelaars levendigheid en verzadiging. Ik keer even terug naar de eerste foto en je ziet dat in dit geval, wanneer ik de zwart-wit knop gebruik, zijn levendigheid en verzadiging uitgeschakeld. Omdat het eigenlijk geen nut heeft om de verzadiging aan te passen van een zwart-witte foto uiteraard. Maar dus met de andere techniek waarbij we niet met zwart-wit werken, maar waarbij we de verzadiging naar beneden schuiven en de luminantie dan daarmee de helderheid regelen, daar is levendigheid en verzadiging wel actief. En daar kan je dus met de verzadiging en de levendigheidsschuifregelaar spelen. En bijvoorbeeld wanneer ik de verzadiging hier op plus 100 zet, en dan extra met de levendigheidsschuifregelaar speel, dan zie je dat ik in dit geval, en vraag me niet waarom ik levendigheid op min 100 moet zetten en verzadiging op plus 100, dat is een beetje experimenteren, maar dan zie je dat ik eigenlijk het blauw gevoelig donkerder gemaakt heb in de rechtse foto dan in de linkse foto. Er zijn overigens nog wat andere schuifregelaars die ook de zwart-wit weergave beïnvloeden, maar dat is zowel in deze techniek als in de gewone techniek met het zwart-wit paneel. En die schuifregelaars zijn onder andere temperatuur en kleurtint. Je ziet wanneer ik de temperatuurschuifregelaar beweeg dat ik ook een heel sterke invloed kan hebben op de kleurweergave of op de grijswaardeweergave. En ook met het camera-kalibratiepaneel hier kan je nog extra kleuren gaan donkerder of lichter maken, zelfs wanneer de eigenlijke schuifregelaars in het eigenlijke zwart-wit paneel al op hun minimum staan. Dus een aantal leuke trucjes om je zwart-wit conversies net nog dat tikkeltje verder te gaan drijven dan je denkt dat je zou kunnen. Hou er rekening mee dat je altijd, wanneer je naar die extreme conversies gaat, dat je wel goed moet kijken in de zwart-wit weergave of je geen neveneffecten krijgt, zoals halo's of overdreven ruis. Maar wanneer dat niet het geval is, is het zeker de moeite waard om die technieken te proberen. Tot de volgende!